Goedenavond en hartelijk welkom bij het Radio 4 Kerstconcert. U hier in de Domkerk, luisteraars via Radio 4 en degenen die meekijken via radio4.nl, want je kunt ook kijken hoe het kerstconcert er dit jaar uitziet via de webcast. Mooi dat we hier alweer tezamen zijn gekomen in dit jaar, van heinde en verre, voor inmiddels de 6e editie van het Radio 4 Kerstconcert. Het is een prachtige traditie geworden. Op de gastenlijst zag ik ook dit jaar weer plaatsen staan als Groningen, IJmuiden, Maastricht en Middelburg. Dus echt van heinde en verre gekomen om te genieten van de mooiste kerstmuziek hier in de Domkerk. Vanavond uitgevoerd, u heeft al een warm applaus gegeven, door twee ensembles. Het ensemble uit het Radio Philharmonisch Orkest. En zij gaan zo meteen dit concert openen met muziek van Arcangelo Corelli. En daarachter zitten de zangers van het ensemble Consensus Vocalis. En het geheel staat onder leiding van dirigent Klaas Stok. Die staat nog in de coulissen, die komt zo op. Ja, Fatto per la notte di Natale, zo heet het concerto grosso dat nu als eerste gaat klinken. Gemaakt voor de kerstnacht, betekent dat in het Italiaans. En het was een kerstnacht in Rome, niet ten tijde van keizer Augustus en ten tijde van de eerste kerstnacht, maar wat eeuwen verderop, in 1690 was dat een kerstnacht. En dat was een kerstnacht in een prachtig paleis, namelijk het paleis van kardinaal Pietro Ottoboni. Dat was een grote mecenas naast een groot kerkvorst. Hij gaf onder meer subsidie aan componisten als Vivaldi, Händel en dus ook aan deze Arcangelo Corelli. Arcangelo, prachtige naam als je het hebt over kerst en namen, want Arcangelo staat voor aartsengel. En een aartsengel heeft natuurlijk een hele grote plaats, Gabriel, dan in het kerstverhaal. En dit werk dat u gaat horen gaf Corelli ook een bijzondere sfeer mee. Het begint virtuoos, er zijn virtuoze passages, maar het eindigt alles behalve virtuoos en vurig, maar het eindigt met een mooie pastorale, een geleidelijk ritme heeft dat laatste deel. Alsof Corelli wilde zeggen dat kerst echt het feest voor iedereen is, ontmoetingen van zowel hoog als laag, kerkvorsten, heiligen, maar ook heel eenvoudige herders. Pastorale per la notte di Natale, als slot dus van dit Concerto Grosso van Arcangelo Corelli. Ik heb het al gezegd, gedirigeerd, hier is hij, door Klaas Stok. Thank you.
Het Radio Philharmonisch Orkest in barokbezetting. Dat is ook een unicum om dat eens mee te maken. Prachtig, dat kunnen ze ook, het Radio Philharmonisch Orkest. In dat werk van Arcangelo Corelli, Per la notte di Natale. Een voorschot, alvast een voorproefje van Kerstnacht. En dan komt het moment dat het koor zich erbij gaat voegen. Consensus vocalis en straks ook wat solisten. En dat allemaal voor een deel uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Geen dag zonder Bach en ook geen kerstnacht zonder Bach. Ook vandaag. Consensus vocalis, bijzonder, want eigenlijk vanaf morgen gaan ze op tournee met het complete Weihnachtsoratorium. Dat is toch zo, dames en heren? Ik zie geknik, dat is zo. En dat is dus het hele Weihnachtsoratorium, 6 delen. En vanavond geven ze ons eigenlijk al een voorpremière van dat hele Weihnachtsoratorium met de 5e kantate uit dat kerstwerk van Johann Sebastian Bach. En dat 5e deel dat gaat over onder meer de reis van de 3 wijzen uit het oosten die de ster volgden naar Bethlehem. Ze vragen overal, waar is het kerstkind, waar is het licht? In die kantate heeft Herodes er ook lucht van gekregen, precies. Hij heeft er ook een loopneus van gekregen. Hij heeft er ook lucht van gekregen en hij gaat ook dan natuurlijk daarachteraan niet om te geven, geen geschenken te geven, maar om te nemen. Centraal in die kantaten, wat u zo gaat horen, is het woord licht. Het woord licht staat centraal. De ster natuurlijk, de kerstster, het licht in de wereld. Maar ook het licht dat in je eigen hart aanwezig is, maar dat je soms bijna zou vergeten door alle drukte in de wereld, door allerlei bekommernissen, beslommeringen. En dat daarom dat licht in je eigen hart op standje waakvlam is gekomen. Licht dus. En bijzonder mooi in dat kader van het verlangen naar licht is het terzetto. Dat gaat u ook zo horen. Ja, ik maak u lekker. Dat terzetto, 3 solisten. Sopraan, countertenor en tenor met een prachtige vioolsolo door Joris van Rijn, concertmeester van het ensemble. En in dat terzetto hoor je dat ook heel mooi, het verlangen naar het licht van kerstmis. Ik heb al gezegd, terzetto, dat betekent 3 solisten, maar er doen er 4 aan mee in deze kantate uit het Weihnachtsoratorium. Ik ga hen voorstellen en dan komen ze hier naar voren, geef je een hartelijk applaus. De 4 solisten, dat zijn sopraan Renate Arends, countertenor David van Laar, tenor Andreas Karasiak en bariton Maarten Koningsbergen. Ze komen in willekeurige volgorde op. En daarbij natuurlijk ons dirigent van vanavond, Klaas Stok, voor het 5e deel uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Ehre sei der Gott, Ehre sei der Gott, Ehre sei der Gott.
Geboren war zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Morgen? Ist der König der Morgen? Wo ist der Morgen? Ist der König der Morgen? Wo, 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 wo? Sucht ihn in meine Brust, ihr Wunde, mir und ihm zur Lust. Wir waren seine Sterne, thank you.
Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Sammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herr. Über mein Volk Israel ein Herr sei. Musik.
Thank you.
de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Ja, u heeft al voor hen geklapt, ik noem hem nog een keer. Sopraan Renate Arends, countertenor David van Laar, tenor Andreas Karasiak, bariton Maarten Koningsberger. Stefan Kiefer, die loopt hier achter mij, die gaat naar het grote orgel, naar boven. Dat heeft alles te maken met wat we nu gaan doen. Die mocht ook even opstaan. Joris van Rijn, een prachtige vioolsolo. Hans Wolters, de hobo-solo. Dank daarvoor. Ja. We gaan richting de eerste meezinger vanavond. Dus pak even uw programma erbij. Terwijl u dat doet, even de tekst erbij pakt, ga ik even naar Klaas Stok, de koordirigent en de dirigent van de twee ensembles. Koordirigent zeg ik, Klaas, want je bent ook koordirigent van het Groot Omroepkoor in Hilversum. En ook dirigent dus van Consensus Vocalis. Ja. Al 20 jaar, sinds 1996 ben je verbonden. Dat hoor ik nu voor het eerst, maar dat is het geloof ik zo. Ja. Dus we hebben een hele tijd. Nog steeds een feest te vieren. Ja, absoluut. Nog steeds 20 jaar. Ik zei het ook, jullie gaan na vanavond, vanaf morgen, met het hele Weihnachtsoratorium op tournee. Hè? Ja, we hebben met het Orkest van het Oosten samen een tournee langs Enschede. Morgenavond, Oldenzaal op dinsdag en in Deventer op donderdag. Waar we alle 60 cantates doen. En hoe ziet eigenlijk, je zegt eigenlijk al, het wordt een rustige kerst voor een dirigent als jij? Niet echt, nee. Het punt is dat ik ook nog organist ben, dus ik moet ook nog kerstnacht, eerste kerstdag, tweede kerstdag, gewoon lekker doorgaan. Dus het is, bij derde kerstdag ga ik ontspannen. Dan ga je ontspannen. Want je hebt ook gekozen voor een wat we nu gaan doen, die meezinger. Ja. Die heeft ook een link weer met dat Weihnachtsoratorium. Ja, dat vond ik heel leuk om te doen. Bach heeft een prachtig koraal, Ich stehe an deinen Krippen, hier geschreven in de zesde kantate. En dat vind ik zelf eigenlijk een van de mooiste koralen überhaupt die Bach geschreven heeft voor koor. Maar hij heeft daarnaast op diezelfde tekst ook nog een eigen melodie gemaakt. Die is zo mogelijk bijna nog mooier. Dus ik vond het heel leuk om die melodie in relatie tot het Weihnachtsoratorium nu ook vanavond te zingen. En dat gaan we dus met z'n allen doen. Zullen we dan ook maar vragen of ze gaan staan? Dat is altijd goed, hè? Ja, ik zal het wel even aangeven als het de mensen hier in de kerk aan de beurt zijn. Ja. En als ze staan is het iets moeilijker, maar ik zal hoog zwaaien. Ja, want het is een soort van om de beurt, hè? Ja, om de beurt. Koor, okay. Als tweede couplet. Allen beginnen we, koor tweede couplet en alle weer derde couplet. Fantastisch. Bent u er klaar voor? Succes. Volmondig jaar. Oké. Okay. Oh ja, en dan vertel ik nog even, vanuit deze positie, dat het daarna dus pauze is hier in de Domkerk. Koffie en thee staan al klaar en ook kerststol en zo. Heerlijk, geniet ervan. Radioluisteraars, dat is dus hier in de Domkerk. Maar mensen hier in de Domkerk, ook nog even niet vergeten, die adventspotten of die collectebussen die er klaarstaan voor Serious Request. Hè, voor onze collega's ook van 3FM. Het Glazen Huis is weer van start gegaan om de strijd, wereldwijde strijd tegen longziekten te ondersteunen. Nou, dan zijn we er nu echt klaar voor.
Goede pauze gehad? Mooi, mooi. Ja, dan gaan we verder met de tweede helft van het Radio 4 kerstconcert. Eerste componist is inmiddels 81 jaar oud, woont in Estland. En dan heb ik het over Arvo Pärt, een van de populairste componisten van onze tijd. En zeker ook op Radio 4. Hij staat regelmatig hoog in de hart- en zielijst van NPO Radio 4. Arvo Pärt. In 1977 schreef hij Summa voor koor, gebaseerd op een oude Gregoriaanse melodie. Gebaseerd op het credo uit de Latijnse mis. En in 1992 bewerkte hij dit koorwerk voor strijkers. Het spande nog even om welke versie er vanavond zou gaan klinken voor u. Consensus Vocalis wilde natuurlijk heel graag Summa zingen. Het ensemble van het Radio Philharmonisch Orkest wilde heel graag Summa spelen. Dat werd nog even een heikele toestand. Er werd even getost, kop of munt. En het werd uiteindelijk in het voordeel beslecht van het ensemble van het Radio Philharmonisch Orkest. Zij gaan dus Summa van Arvo Pärt zo meteen spelen. Maar geheel in de kerstgedachte hebben ze ook gezegd, de leden van het Radio Philharmonisch Orkest, dan moet het koor ook maar wat a cappella gaan zingen. En dat gebeurt dan daarna. Dus na Summa voor strijkers, Consensus Vocalis a cappella in een van de mooiste werken van Giovanni Gabrieli. Dan zitten we heel ver terug in de tijd, Renaissance, Venetië, 16e, 17e eeuw. En het schijnt ook het favoriete werk te zijn van Freek Vonk. Misschien zegt die naam u wel iets, Freek van de dieren. Hij is altijd op zoek naar dieren. Freek Vonk in het wild, Freek in het wild. Want er zitten namelijk dieren in Omanium Mysterium. Dus we hebben redelijk wat kerstpersonages voorbij horen komen. De wijzen, de maagd Maria, de engel, Herodes, Augustus. Maar in Omanium Mysterium is het grote mysterie dat juist de dieren, de os en de ezel, als een van de eerste het kerstkindje mogen aanschouwen. Dat allemaal in Gabrieli, maar eerst natuurlijk muziek van Arvo Pärt. En het staat onder leiding van Klaas Stok. Thank you.
Magnum Mysterium van Giovanni Gabrieli, Venetië. De volgende componist die kwam ook uit Venetië, werkte daar aan het vrouwenmeisjeswezenhuis Ospedale della Pietà. Ik heb het over Antonio Vivaldi. Zijn Magnificat, zijn lofzang van Maria gaat hier zo uitgevoerd worden, want dat Magnificat, dat is dus die lofzang van Maria die ontdekt dat ze zwanger is van het kerstkindje en daar niet van op kan houden, want waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En ze zingt dus haar hart uit en haar ziel. Het is ook prachtig om dat te verbinden met dat weeshuis in Venetië, kansarme meisjes die een Magnificat mogen gaan zingen, want Vivaldi voerde zijn compositie natuurlijk uit met de meisjes in zijn weeshuis. En dan een kans, ja, redelijk kansloos misschien meisje, in ieder geval van lage geboorte, Maria, die dan opeens te horen krijgt dat ze de moeder wordt van de koning, de verlosser. Dat kan voor die meisjes in Venetië ook een mooie, mooie ambitieuze of in ieder geval een mooie insteek hebben gegeven. Venetië, en dat was ook heel bijzonder, want Vivaldi schreef het dus voor die meisjes en destijds werd het uitgevoerd door alleen maar vrouwen. Dus ook de tenorstem werd gezongen door een vrouw. Dat kon toen in het 18e eeuw. In de 18e eeuw van Venetië. Tegenwoordig doen we dat dus inderdaad anders met een tenor, een countertenor en een sopraan. Ik ga ze straks aan u voorstellen. En ze worden weer prachtig begeleid door het ensemble van het Radio Philharmonisch Orkest. Met als aanvoerder Joris van Rijn. Joris, ik vraag je even om te staan. Hoi. Je bent concertmeester van het Radio Philharmonisch Orkest. Ja. Gisteren volgens mij speelde je in de zaterdagmatinee een fonkelnieuw werk van Wynton Marsalis. Ja, een fantastisch werk. Alsof het net, zoals dit nu vroeger ook geschreven is door Vivaldi, nog met natte inkt. Zo hebben wij gisteren ook een stuk gespeeld wat nog net gecomponeerd is. En zo moet het toen ook hebben gevoeld. Dat je heel dicht op de muziek zit. Dicht op de muziek, ja. Met de componist erbij. Dus leuk dat je eigenlijk op het heetst van alles wat er gebeurt nu concerten geeft. En dat is waanzinnig leuk. Het is bijzonder, want Radio Philharmonisch Orkest, gisteren dus in de grote zaal van het Concertgebouw, dat vioolconcert opgedragen, Nicola Benedetti van Wynton Marsalis, jazz- en klassiek trompetist. Aanstaande vrijdag spelen jullie weer de Elias van Mendelssohn met het Grote Omroepkoor. Ja, klopt. Ja. Dan zijn jullie weer een volledige grote bezetting, maar hier zie ik dus het barok-ensemble eigenlijk van het Radio Philharmonisch Orkest. Ja, dat zijn, Jullie zijn zo veelzijdig. Hoe is het om deze muziek eens te spelen, die barokmuziek? Ja, fantastisch. Het is niet heel erg nieuw voor ons. U kent waarschijnlijk allemaal nog het Radio Kamerorkest en de Radio Kamer Philharmonie, die heel erg gespecialiseerd waren in dit repertoire. En die mensen zitten nog steeds te hunkeren in ons orkest om dit soort muziek te kunnen spelen. En vanavond hoort u weer hoe waanzinnig deze mensen dat allemaal kunnen. Waarvan akte, dankjewel Joris. Je gaat je voegen bij je collega's van, ik zeg het nogmaals, dat veelzijdige Radio Philharmonisch Orkest. Ik probeer net even een punt te maken over vrouwen die ook de lage stemmen zingen in Venetië van de 18e eeuw, in dat Magnificat. Ik ga u voorstellen aan de solisten die hier het Magnificat van Vivaldi zullen gaan zingen, nu onder leiding van Klaas Stok. En dan komen ze, de sopranen Renate Arends en Alina Rozenboom, countertenor David van Laar en tenor Andreas Karasiak. En de tenor is dus de laagste stem. Dames en heren, het Magnificat van Antonio Vivaldi onder leiding van Klaas Stok. Thank you.
Het Magnificat van Antonio Vivaldi door Consensus Vocalis, het ensemble van het Radiofilharmonisch Orkest, onder leiding van Klaas Stok en de solisten, sopranen Renate Arends en Alina Rozenboom, countertenor David van Laar en tenor Andreas Karasiak en op het orgel Stefan Kiefer. En hij is inmiddels weer naar boven aan het gaan, terwijl de solisten en Klaas Stok de bloemen hebben gekregen. Joris van Rijn, concertmeester, het applaus mede in ontvangst neemt. We kijken allemaal even naar het orgel. En het mooie is, het Radio 4 kerstconcert is nog niet voorbij. Helemaal niet. Want, ja, Joris van Rijn die zei het net al, het voelt een beetje vanavond alsof het muziek maken, muziek eeuwenoud. Maar het voelt een beetje alsof de muzieknoten nog maar net droog zijn. Dat is het als je live speelt, als je live zingt, muziek maakt, dan voelt het alsof het ter plekke ontstaat. Nou, en dat mooie, dat gaan we nu ook vanavond nog een keer doen. Niet één keer, maar tweemaal. We gaan weer zingen met de ensembles en onder leiding van Klaas Stok. Een ingetogen lied, Es ist ein Rose entsprungen, toegeschreven aan Pretorius. En daarna gaan we even lekker uit ons dak met Hark the Herald Angels Sing van Felix Mendelssohn. Dus verstilling, zoals we die ook aanbieden op NPO Radio 4 in Pretorius. Maar ook even lekker jubelen met Hark the Herald Angels Sing. Ik kijk even naar boven of Stefan inmiddels achter de klavieren heeft plaatsgenomen. Volgens mij wel. Ja, Klaas zegt dat het is en dan is het ook zo. Zullen we vragen of ze allemaal gaan staan? Dat gaan we doen. Wilt u gaan staan? We zingen eerst een kanon. Het koor gaat eerst zingen. Pak uw programmaboekje erbij. En dan gaan we in koor zingen.
was hem dan. Blijf gerust klappen hoor. Een beetje diminuendo en het klappen. En dan ga ik eroverheen. U mag straks ook weer verder klappen. Dat was hem dan, het Radio 4 Kerstconcert 2016. Ik ga straks nog een heel groot applaus vragen voor de ensembles. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik u hartelijk danken dat u hier allemaal in de Domkerk was. Wel thuis. En vergeet ook niet in de auto of waar u ook luistert, straks Radio 4 nog even in te schakelen. Want we gaan verder met meer mooie kerstmuziek op Radio 4. Dat doen we niet alleen vanavond, maar ook de komende dagen. Kijk op radio4.nl voor kerstconcerten. Het Radio Philharmonisch Orkest. Dan zullen we dat hier zit, maar dan met nog meer collega's. Aanstaande vrijdag 23 december met Elias van Felix Mendelssohn. En daarbij ook het grote omroepkoor, het koor van Klaas Stok. Meer kerstmuziek dus op radio4.nl. Ik ga u nogmaals hartelijk danken dat u hier was. En namens al mijn collega's hier van Radio 4 wens ik u een prachtige kersttijd. En heel graag tot volgend jaar. Applaus voor de ensembles en ook wel, ja zeker, voor uzelf.